In de vorige aflevering. Oké, okay, we stop dit. Wie controleert dit nog? Hallo kijkers, toch wil ik kijken naar deze gloednieuwe video van Minecraft Hardcore Survival. En ja, ik speel deze keer mijn complete andere texture pack. Ik wou dit gewoon eens uitproberen. En de bedoeling van deze texture pack is dat Minecraft er een beetje moet uitzien, zoals eerdere trailer video's dat ze maken. Want je weet, in de trailer video's van Minecraft ziet Minecraft er altijd een beetje anders uit. Ja, lijkt me leuk om eens met deze texture pack te spelen. Zo ziet het er weet anders uit. Ik weet niet of jullie dit wel fijn vinden, deze texture pack. Misschien doe ik het de volgende keer wel weer gewoon zonder texture pack. Ja, ik ga deze aflevering gewoon beginnen met weer hout te hakken, want ja, we hebben meer hout nodig. Appels is ook niet verkeerd om te krijgen. Dus hoop ik er op deze boom nog wat appels. Nadeel van deze texture pack is wel dat ik moeilijk kan zien of er nog ergens houtstukken hier ergens tussen zitten. En ja, de wereldboter wordt steeds beetje bij beetje groter. We hebben nu een koe. Ik denk dat ik best even die koe even opsluit. Ik denk dat ik de koeienfarm hier wel kan maken. Dat die zo breed genoeg is. En nu dat die koe mij vervolgt. Volg me gewoon heel even. Ha, nu zit hij opgesloten. Maar nu zit hij weer opgesloten. Oh, nog een koe. Je komt als groep een koe. Ja, nu zijn ze beide opgesloten. En hebben we een koeienfarm. Oh, nu hoef ik me minder zorgen te maken over voedsel, want we hebben nu dieren. Ik zie daar nog een appel, dus die neem ik even mee. Ik ga de mijn in, maar ik moet wel oppassen, want in de vorige aflevering, in de eerste aflevering, gingen we bijna al dood. Doordat we in een cave terecht kwamen. Ja, ik hoor ze weer. Dus ik moet hier echt heel erg oppassen. Ik pak mijn zwaard al bij. We hebben hier goud, oké, is fijn. Nog meer eieren. Oh, pas een skeleton. Oké, ik moet echt beter oppassen. Zo is alles beter geblokt. Nu kan ik veilig hakken. En mijn appels zijn ook alweer bijna op. Het gaat echt heel snel. Minecraft 1.19 komt er ook al bijna aan. Ik denk dat de release datum op 7 juni is. Alleen, ik denk wel dat ik nog een tijdje op 1.18 ga spelen. Want ik denk dat ik in een van de volgende afleveringen de replay mod wil gebruiken. Tegen dan is de replay mod er waarschijnlijk nog niet uit voor 1.19. Misschien wel, maar ja, we zullen dan wel nog zien. Goed, ik ga weer verder met deze. Oh ja, waar ik bezig met ladders te plaatsen. Ja, nu heb ik geen ladders bij me, dus ik mag weer naar boven gaan. Ik zit op laag 1. Voor diamonds moet je best op laag min 58, denk ik. Ja, min 58. Maar dan zie ik jullie zo weer terug wanneer ik op laag, laag min 58 zit. Of als ik nog iets anders interessants heb gevonden. Oké, we zijn niet op laag min 58. Maar ik heb hier iets gevonden. Ik heb hier lava gevonden en een zombie. En laat ik dit lava even blokken. Want dit is hardcore en ik wil niet doodgaan door de lava. Oh, hier gaat het verder. Maar ik ben echt heel bang, want dit is hardcore en ik wil niet doodgaan. Snel door te spuiten, zouden we hier komen op bij de border en de skeletons. Oh nee, zombie. Nog een zombie. Hier ook even duidelijk blokken. Oef. Nu kan ik hem makkelijk pakken. Was het hier nog eens anders, een skeleton? En daar zit hij. Eerst de creeper uitschakelen, want die is het meest gevaarlijke. Zombie. En nog een wortel. Ja, dit is al de derde keer in deze aflevering. Oh, een zombie met Malian Colder. En hij dropt ook zijn bloed. Gaan we naar beneden. Oh, diamonds. Dat was wel heel erg onverwacht. En we zitten ook net op laag min 58. Hoeveel zijn er? Het zijn er al minstens 3.
5 zou ideaal zijn. Ja, het zijn er 4. Ik klaag niet. 4 is ook goed. Dus hier komt dan de Diamond Man. En nog eens Diamond. Zo. Ja, hier nog elke keer kijken of er nog wel niet of er geen extra zijn. En zo totaal tot 7, denk ik. Ja, 7. Ik denk dat deze mijn 16 jaar geslaagd is. Ik ga nu al naar boven. Is wel heel erg langzaam. Later ga ik wel nog een lift maken met water. Ik denk dat het ook tijd is om de koeien wat eten te geven. En de gewassen zijn ook een beetje gegroeid. Dus ook deze farm kan weer wat uitgebreid worden. Ja, jullie krijgen jullie eten. Oh, daar zie ik een skeleton. Oh, één slag en die was al dood. Kan ik een vishengel maken? Denk het. Ah, we maar één string. We kunnen geen vishengel maken, jammer. Wat ik nog even ga doen is gewoon hout hakken. Heb ik trouwens nog kool? Ik zie dat ik helemaal geen kool heb, dus ik moet charcoal maken. Zo. Ik ga zien of ik misschien wat visjes kan vangen. Zo kan ik ook aan eten geraken. Ja, daar zitten ze, vissen. Terugkeren. Dit is niet veilig. Ik werd aangevallen door zo'n trident guy. Ik heb maar één visje kunnen vervangen, dat is niet echt een succes. Ik ga even iets gevaarlijk doen. Ik ga kijken of die trident nog is. Of die trident guy er nog is. Het is heel gevaarlijk, ik weet het. Ja, daar zit hij. Oké, ik ben van de gedachte veranderd. Ik wil het toch veilig spelen en gewoon veilig aan land gaan. Oh, daar is een koe en ook wat monsters. Hij heeft zichzelf geraakt. Oh nee, ik hoor die dingen. Hoe heet het? Phantoms. Daar zitten ze snel weg hier. Oef. Hier zit ik veilig. Je kan trouwens ook wat een fles eten, alleen dan krijg je weer sneller honger. Dus je weer even veel actie. Even weer wat fakkels plaatsen hier. En even opsluiten. Oké, dit was even nodig. Zo kan ik wel een goede XP-farm maken. Ik kan gewoon wat een fles eten. Ik heb toch niet echt iets anders nu. Ja, de eerste aflevering is eten elke keer wel een probleem. Maar vanaf aflevering 4 of zo moet dat geen probleem meer zijn. Oh, wow, even teruggaan. Want ik zag daar een skeleton op een hele gevaarlijke positie. Tijd voor het zo meer te hakken. Gewoon voor de XP. Oh nee, daar is die skeleton. No. Oef. Zo'n baby is ook vervelend. Oh nee. Terugkeren. Snel de ladder op. Ik denk dat het weer dag begint te worden, dus ik kan wel even kijken. Het begint dag te worden. Er zijn wel nog monsters, maar die gaan zo branden. Zou ik een music disc kunnen krijgen? Ik zie daar een. Die dingen, die skeletons verbranden al, dus. Oh, wel nee, hij leeft nog. Oké, nu tot bij de skeleton zien te komen. Die skeleton zit daar zo. Er zijn er 2 verschillende. En daar zitten de skeletons. Oh, de creepers zijn helemaal niet gevolgd. En nu kan ik creepers nergens meer vinden. Waarschijnlijk zijn ze al gedespawned. Ja, weet je wel, laat maar zitten. Ah nee, daar zit de creeper. Ja, nu. Ja, nu nog een schot. Ja, music disc. Hier ben ik even heel blij mee. Want music discs zijn nog een beetje lastig om te krijgen. Ik had hier nog eens kool gevonden. Ja, dat is hier zo. We hebben weinig kool, dus dit is, ga ik ook even meenemen. Een shipwreck, maar we kunnen er nog niet bij. En dit is het eigenlijk gewoon een eiland. Want we zijn helemaal omringd met water. Oké, ik denk dat ik nu wel kan vissen.
Ik denk dat die trident al lang gespawnd is. Ja, die zijn niet meer, dus nu kan ik veilig visjes vangen. In het echt eet ik eigenlijk niet zo graag vis. Er zijn mensen die graag vis eten, maar ja, de meeste mensen die ik ken, die zijn ook niet echt zo voor vis. Oh, dat is ook nieuw zeker, dat ze boonmeel droppen. Jullie komen allemaal aan de beurt. Ik denk dat ik het hier ga afronden, dus bedankt voor het kijken naar deze video. In de volgende aflevering ga ik beginnen aan mijn huis. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug bij de volgende video dus. Doei doei!